Dagteksten voor woensdag 30 november 2022. Jesaja 40 vers 29. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte. Jesaja 40 vers 29. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 6 vers 35. Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Johannes 6, vers 35. God van trouw, God van liefde, God die alles gemaakt heeft, ook deze prachtige dag. Waarin we blij mogen zijn, hoop mogen hebben op een toekomst met U, zonder honger of dorst. U die onze bron van levend water bent. Ontspringen ons, Vader, dank U dat we bij U mogen komen met onze zieken, met zwakke vermoeiden. En iedereen mogen wij meenemen, o Heer, omdat U geneest, U bevrijdt, U geeft vernieuwde kracht. Om weer verder te gaan, gesterkt door uw geest die in ons woont. U die het ware brood bent, dat leven geeft aan hongerigen. Geestelijk voedsel dat we allemaal nodig hebben. En we bedanken u dat u ons verzadigt met geloof. En dat wij mogen zeggen, geloofd en geprezen, zij uw nooit volprezen naam. U die ontspringt in iedereen, u vult ons, u schenkt ons kracht, u vraagt ons om u te dienen in deze wereld. Als wij, hongerigen, zieken, zwakken, moedelozen, die hoop geven, bij u brengen, omdat u de enige bent die vrede schenkt, die liefde schenkt, die stormen stilt. O Vader, wat zouden wij zonder u moeten doen? En zo komen wij bij u met allen die jarig zijn, zij die een viering herdenken, een heugelijk feit. Dank u, Vader, dat wij ook zo mogen komen met iedereen op de werkvloer, wat ze ook hebben, waar ze ook doorgaan, welke opdracht ze ook mogen uitvoeren, als zij er tegenop zien of als zij nou verheugd er naartoe gaan. Bij u mogen ze alles leggen. Zo brengen wij vrienden, geliefden, onze kinderen, onze familieleden, onze buren, naasten, een ieder in deze wereld willen we voor u brengen, omdat u degene bent die alle rust schenkt, die vrede geeft, die onze gedachten wegneemt uit deze wereld. Dank u, Heer, dat we zo bij u mogen komen. Zo brengen we de senioren, kinderen, baby's, zwangere vrouwen, maar ook elke relatie bij u, omdat u oplossingen geeft en u brengt degene die ver van elkaar staan weer dichter naar elkaar toe, omdat het uw liefde is die alles overwonnen heeft. En wij danken u dat wij zo mogen gaan vandaag in uw kracht, met uw liefde, omdat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden in de hemel, maar ook op de aarde. Van u zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen, ja, amen.